Vrienden, ik ken iemand en die zei tegen mij bij het begin van het hele corona gebeuren. Die hou op. Dat stelt echt niks voor. Dat is een griepje. En wat maak jij je nou druk om? En die wuifde alles weg. En die vond het allemaal maar onzin. Maar nu. Nu is diezelfde man. Die is bang om te gaan vliegen. Ja, want stel je voor. Ik krijg het virus. Dus. Luister. Er is nog altijd hoop. Voor mensen die helemaal tegen waren in het begin. En nu voor de maatregelen zijn. Dus het kan allemaal nog. En daarom is het de hoogste tijd. Want nu die besmettingen oplopen. En nu weten wij, dat komt allemaal door de jongeren. Ja, dat zijn de grote boosdoeners. De jongeren. En ik zou, jongeren, als jullie nou toch kijken. Ik ben ook jong geweest. Ja, natuurlijk. Ik snap het wel wat jullie beweegt. Ja, jullie willen zuipen. En de veerbaas doen, ja, die willen jullie doen. En daar hebben jullie gelijk in. Want dat moet je altijd doen. Veren, veren, veren. Maar, luister eens even goed. En zuipen, ook goed. En feesten, la 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 la. Allemaal voor. Maar nu even niet. Even minder. Want je bent een gevaar voor de rest van de maatschappij. Ja, en het kan toch niet zo zijn, als je dus of 18 bent of 20 bent of weet ik veel, dat je stopt met nadenken. Ik had daar geen last van toen ik 18 was of 20. Dan stop je toch niet met nadenken. Nee toch, dan ga je toch niet de dommerik uithangen. Nee, dus studenten van Nederland, en jullie moet ik hebben, want jullie zijn eigenlijk degene die, ja, potverdorie zeg, jullie zijn eigenlijk degene die het voortouw moeten nemen, toch? Ja, dat lijkt me, jullie staan alleen maar een beetje te zuipen. En nu zeggen jullie van, ja, maar de regering en noem maar op. Ja, die willen niet dat wij introductieweken houden en ontgroening en noem maar op. Eigen schuld. Dan hadden jullie je maar eerder moeten gedragen. Want jullie zijn toch de toekomst van Nederland. Jullie zijn toch de mensen met het verstand. Jullie gaan toch niet door het domme gedeelte van Nederland, zoals ik, je laten vertellen wat jullie moeten doen. Hoe pijnlijk is dat niet? Ja, en jullie studenten, jullie moeten je gedragen. Allemaal leuk en aardig hoor. Aan de bar. Haha. Diederik, ik ga even Annemiek even vingeren. Vind je dat echt? Kom zo terug, hè. En dan drinken we er nog eentje. En ook een pils, joh. Godverdomme. Maar dat kan toch niet? En dan maar aan elkaar hangen en doen en weet ik veel. Gedraag jullie als studenten. Jullie zijn slim genoeg om te beseffen dat jullie degene zijn die het virus steeds maar overdragen. Jullie worden niet zo ziek. Maar je kan wel andere mensen besmetten. Dus dat snappen jullie toch wel? Zo dom zijn jullie niet. Dus doe dat nou. En daarom spreek ik jullie aan. Jullie moeten het voortouw nemen. Potverdorie. Proost.